Wat is eigenlijk een algoritme? Een algoritme kan je eigenlijk zien als een set met instructies waarbij je input hebt, dus gegevens. En vervolgens worden die instructies uitgevoerd en komen we tot een vooraf bepaald resultaat. Een algoritme kan je zien als een automatisch uitgevoerd recept dat komt tot een gerecht. Nou, wat we bij de overheid en ook in het bedrijfsleven nu zien, is dat die automatisch uitgevoerde recepten steeds ingewikkelder worden. Eerst bakten we nog een eitje en nu zijn we een moeilijk gerecht aan het maken. Hier komen allerlei vragen bij kijken. Wat willen we als overheid? Vinden we dit oké? Worden de algoritmen wel genoeg gesnapt door onze mensen? En hebben we nog wel inzicht in wie er aansprakelijk is voor wat een algoritme doet? Ik ga zo dadelijk in gesprek met Arjen Witlak. Hij is directeur van de Kafka Brigade. Hij heeft onder andere het boek geschreven dat heet De Digitale Kooi. Hey Arjen. Hey Wouter, kom binnen. Dankjewel. Arjen, dankjewel dat we hier mogen zijn. Wanneer we het hebben over algoritmes die automatische besluiten van de overheid faciliteren, waar hebben we het dan precies over? Nou, dat zeg je inderdaad precies goed. Automatische besluiten is wat het meest invloed heeft op mensen, wat het meest gebeurt. En dat zijn dingen die van hele simpele dingen, zoals een flitspaal. Elke 17 seconden wordt er iemand geflitst, elke 17 seconden verkeersmaatregel. Tot en met die accepteren op je mat, komt geen mens bij kijken. Maar natuurlijk ook heel veel, ja, veel ingewikkelder automatische besluiten. De Belastingdienst doet bijna 9 miljoen inkomensafhankelijke toeslagen elk jaar. UWV, en dat soort dingen moet je denken. Als ik jou zo hoor, dan heb je ook zorgen rondom deze manier van werken. Waar zitten die zorgen precies? Ja, nee, er zit inderdaad een zorg bij mij, want ja, we registreren in dit land alles, behalve wanneer het helemaal misgaat. Een van de grote problemen is doorwerking. Hè? Ja, die overheid die werkt samen zolang het goed gaat. Maar vanaf het moment dat het fout gaat, dan moet die burger al die individuele overheidsdiensten af om het te herstellen, om te zorgen voor een correctie. Heel simpel voorbeeld is natuurlijk het verhaal van Anouk, wat een paar weken geleden in de krant stond. Hè? Dat was dat meisje wat ernstig gehandicapt was, naar het ziekenhuis moest. Ze paste met al haar hulpmiddelen niet in de ziekenauto, dus die chauffeur van de ziekenauto die stapt achter het stuur van haar eigen bus, gaat met een bloedspoed over de boulevard in Rotterdam naar het ziekenhuis. Ambulance met sirenes erachteraan. Politie had alle kruispunten afgezet. Maar ja, die flitspaal die heeft natuurlijk maar één perspectief op de werkelijkheid. En dat is rij je te hard of rij je niet te hard. En op zo'n moment moet je natuurlijk in staat zijn om te zeggen van hey, hier geldt het perspectief op de werkelijkheid van snelheid even niet. We hebben hier een belangrijker perspectief. Maar als wij natuurlijk het systeem zo gemaakt hebben dat we nog maar op één manier kunnen kijken en we kunnen die boete bijvoorbeeld niet vernietigen, we moeten hem bijvoorbeeld op nul stellen, ja, omdat we kunnen het eigenlijk niet buiten het systeem, dan moeten we dus eigenlijk kijken naar de wereld zoals we het systeem hebben ingericht. Dat is een ander voorbeeld van hoe het mis kan gaan. Als je de overheid iets kan meegeven vanuit de onderzoeken die je gedaan hebt, wat zou je de overheid dan mee willen geven? Nou ja, op de allereerste plaats denk ik toch wel durven ze te kijken naar dit soort problematische situaties. Want ik heb inderdaad een handvol van die casussen tot op de bodem uitgeplozen en nou ja, best een hoop van geleerd. Maar we hebben nog heel slecht zicht op die mechanismes die ertoe leiden dat je soms een hele rare uitwerking hebt. En oplossen begint met het probleem begrijpen. Maar op de tweede plaats, ja, ik heb een boekje geschreven waarin ik ook een aantal principes heb geformuleerd. Voor zover we die nu al door hebben, om het zo maar eens te zeggen. Eén daarvan is zorg dat je een afwijkend besluit kunt nemen. Hè? Want soms is de wereld gewoon net even anders dan je had voorzien. En als je niet een duidelijke knip maakt tussen gegevensverzameling en besluit nemen, dan kunnen individuele organisaties ook geen oplossing bieden aan burgers. En uiteindelijk natuurlijk, kijk naar het borgen van dit soort eigenlijk nieuwe beginselen in de wet. Hè? Want vroeger hadden we natuurlijk beginselen van behoorlijk bestuur. Superbelangrijk en voor een heel belangrijk deel ook al deel van de oplossing. Maar voor een deel is de wereld ook veranderd. Hè? Je kunt nu opeens iemands gegevens wijzigen niet in één, maar in tientallen databases tegelijk. Nou, dat is eigenlijk een nieuw soort macht en daar hebben we eigenlijk helemaal geen bescherming tegen. Zorg voor een recht op centrale correctie. Want je kunt niet van die burger verwachten dat hij dat bij al die organisaties gaat herstellen als er bij de overheid op één plek een foutje is gemaakt. Hartstikke bedankt, Arjan. Hey, heel graag gedaan. Dankjewel. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in wat de juridische effecten zijn van het gebruik van algoritmen en geautomatiseerde besluitvorming bij onze overheid. Ik ben hier in Den Haag. Ik ga op bezoek bij Pels Rijke Advocaten en ik ga daar in gesprek met Sandra van Heukelom Verhagen. Zij is advocaat-partner en ze houdt zich bezig met de impact van technologie op het handelen van onze overheid. Sandra,
Dankjewel dat we hier te gast mogen zijn bij Pels Rijken. Ik ben heel erg benieuwd wat jij tegenkomt wanneer we het hebben over algoritme en geautomatiseerde besluitvorming bij de overheid. Nou ja, we werken veel voor de overheid en we zien dat ze veel algoritme toepassen. Hè, bij de profiling in de toezicht- en handhavingspraktijk. Maar bijvoorbeeld dus ook bij geautomatiseerde besluitvorming. En dan gebruiken ze het algoritme om te helpen om een goed besluit te nemen. Met zo'n besluit sta je dan op een dag bijvoorbeeld bij de bestuursrechter. En dan is het interessant om te kijken, wat wil die bestuursrechter op dat moment? Nou, dat deed zich ook voor bijvoorbeeld met een zaak over de stikstofheffingen. En in die zaak was er door de overheid een algoritme gebruikt om te komen tot een norm, tot een uitkomst. En de rechter vroeg natuurlijk, ja, hoe kom je nou eigenlijk tot die norm? En hoe is het geautomatiseerde proces precies verlopen? En toen moest de jurist uitleggen wat dat algoritme precies had gedaan. En daar komen de juridische aspecten dan om tafel. En de rechter moest bedenken, aan de hand van welke normen ga ik dan toetsen of die geautomatiseerde besluitvorming goed is gegaan. Dat zijn voorbeelden in de praktijk waar wij juristen zien dat dat gebruik van die automatische algoritme, dat die leiden tot rechtsvragen in de rechtszaal. Kan ik het dan zo zeggen dat we als overheid eigenlijk nog in het denkproces zitten rondom de juridische consequenties van het werken met deze complexe algoritmes? Voor ons is steeds de vraag, oké, welke wet en regelgeving pakken we er dan bij? En natuurlijk geldt voor besluiten de Algemene Wet Bestuursrecht, maar ook de beginselen van behoorlijk bestuur. En wat we eigenlijk moeten doen is die beginselen dan toepassen op die nieuwe technologieën, algoritme, of andere soortige technologieën. En dan komen we op een interpretatie van dat soort beginselen. En dat vraagt de rechter dus nu ook. Die zegt, je moet zorgvuldig zijn, je moet transparant zijn en je moet motiveren. Dus je moet uitleggen wat je hebt gedaan. Dat is inmiddels beslist. Maar voor dat moment moesten wij juristen bedenken wat dat set aan regels precies zou gaan behelzen. En dat is nou precies wat dat zo leuk en interessant maakt. Wat voor uitdagingen zie je waar het gaat om vertrouwen dat mensen in de overheid hebben, wanneer de overheid steeds meer op een geautomatiseerde manier zijn impact aan het hebben is in de maatschappij? Nou, kijk, voorop staat, we leven in een rechtsstaat. Dat weet jij als geen ander. En de normen in die rechtsstaat zijn erop gericht om die burger ook het vertrouwen te geven in die overheid. Er moet balans zijn. En daar waar die overheid dan gebruik maakt van technologieën die eigenlijk niemand kan controleren, betekent dat dat er minder vertrouwen komt in die overheid. Want als we niet weten welke black box er door die overheid is toegepast, ja, dan weten we ook niet of we die overheid in dat handelen kunnen vertrouwen. Zie je ook grenzen aan de openheid en transparantie van de overheid wat betreft algoritmes? Waar zitten de dilemma's? Dus het eerste dilemma is, nu programmeren we het grootste deel van die algoritme zelf, als mens. Maar we gaan steeds verder. Er komt deep learning, artificial intelligence, dat zelf nadenkt. Zelfs zover dat wij mensen dat helemaal niet meer goed kunnen controleren. Dus de vraag is, accepteren we dat als een nadeel van die technologie? Of denken we op voorhand na over de vraag, hoe gaan we ook die technologie meegeven, uit te leggen wat er is gebeurd? Dus ik zou willen pleiten van deep learning toepassingen moeten ook zelf reproduceren en transparant maken wat ze hebben gedaan. Wat zou je de overheid willen meegeven op dit domein dat zich zo snel aan het ontwikkelen is? Twee dingen. Het eerste is, wees je ervan bewust dat als die technologie zich verder ontwikkelt en misschien voor jou je geest erboven gaat, dat je moet zorgen dat er nadelen van die systemen worden gesignaleerd. Vooroordelen in algoritmen komen heel snel voor. Dat moet je zien te voorkomen. Dat is een belangrijk eerste punt. Het tweede is, ik zie alles gericht op transparantie. Een mooie Kamerbrief geschreven vanuit Justitie en Veiligheid daarover. Gericht op die transparantie. Dus van het signaleren moeten we nu naar het doen gaan. En volgens mij moet de overheid heel erg handvatten bieden over de vraag, hoe bied ik dan die transparantie? Wat is daar nou voor nodig? Hoe doe ik dat praktisch? Moet ik een stuk publiceren voor die burger? Moet hij een filmpje kunnen kijken daarover? Moet hij zelf kunnen klussen in zo'n programma? Hoe ben ik transparant? Oké, Sandra, dankjewel. Heel helder. Ja, graag gedaan. De gesprekken met Arjen en Sandra hebben mij flink aan het denken gezet over het gebruik van algoritmen binnen onze overheid.
Vragen als wie is er verantwoordelijk voor een bepaald algoritme en wie is er verantwoordelijk voor de verzameling van de data die we gebruiken, komen naar boven. Wat belangrijk is, is dat we een soort menselijke maat blijven hanteren en de verantwoordelijkheid blijven hebben op het menselijk niveau van wat een computer allemaal besluit. Net als bij een recept willen we precies weten wat precies de ingrediënten zijn, maar ook wat we met die ingrediënten doen totdat we als overheid tot een beslissing komen.